Geachte minister, dames en heren, beste collega's. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue aux Mutualités Libres. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir pour une journée spéciale, pleine de conversations inspirantes et pendant laquelle nous allons échanger nos expériences et nos connaissances. C'est une tradition chez nous, aux Mutualités Libres, d'organiser un symposium chaque année. Ces dernières années, nous avons abordé des thèmes tels que la santé mentale chez les jeunes, l'impact de l'environnement sur la santé, les perturbateurs endocriniens, les objectifs de santé. Cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur un thème important, complexe et très actuel, l'incapacité de travail. Nous allons aussi nous demander quelle est la durabilité du système, comment la renforcer, la durabilité dans tous les sens du terme. Nous savons que ce thème est très complexe. Il y a de nombreux défis qui se présentent pour tous les acteurs, certainement pour la sécurité sociale, étant donné que les coûts augmentent. C'est le troisième poste maintenant pour la sécurité sociale, l'incapacité de travail. Un défi pour les employeurs, il y en a beaucoup ici dans la salle. Comment pouvons-nous nous organiser pour être plus flexibles, pour que les personnes qui sont malades puissent combiner leur situation et leur travail? Un défi aussi pour les mutualités, car nos moyens sont limités. Alors que maintenant, il y a un demi-million d'invalides, pour les suivre, cela demande évidemment des efforts. Il y a de plus en plus de gens qui traversent des épisodes d'incapacité de travail. Et évidemment, c'est un défi pour les personnes elles-mêmes qui sont en incapacité de travail. Elles doivent faire face à un système complexe, sans oublier bien sûr leur situation personnelle de santé qui est compliquée. Donc ces dernières années, il y a eu beaucoup de réformes dans le secteur. Ça a commencé lors des élections précédentes. Le ministre Van den Broek a lancé une réforme concernant les mutualités. Je dois dire que toutes ces réformes vont dans la bonne direction, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Veel werk op de plank hebben. En ik denk dat een van de challenge is een culturele shift. Eerst moeten we blijkbaar afstand nemen van eenvoudige vaststellingen, eenvoudige redeneringen, zoals de ziekenfonds doen hun job niet, de arbeidsongeschikten zijn allemaal profiteurs, de werkgevers geven geen belang aan het welzijn op het werk. En we weten dat eigenlijk het probleem anders is en dat wij eigenlijk arbeidsongeschiktheid ten gronde moeten nemen. En we zien inderdaad dat we komen van een binair systeem. Je bent geschikt of ongeschikt, invalide of niet invalide. Dan moeten we zeker veranderen en kijken naar wat zijn eigenlijk de mogelijkheden, de resterende capaciteit van de mensen om terug naar werk te gaan. Donc la capacité de travail, c'est une problématique. Arbeidsongeschiktheid is een complexe problematiek en alle actoren moeten dus gemobiliseerd worden. We zijn blij om hier vandaag zeer verschillende sprekers bij ons te hebben. Ik wil iedereen bedanken om onze uitnodiging aanvaard te hebben. Er zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, zeker de preventie die essentieel is. We zullen focussen op een bepaalde sector die belangrijk is voor ons en dat gaat over de ziekenhuizen. We weten dat daar veel problemen zijn. We gaan ook kijken naar de complexe verbanden tussen het werk en geestelijke gezondheid. Werken is gezondheid, maar we weten ook dat het werk kan leiden tot heel wat problemen en ongemakken. We zijn zeer gelukkig twee sprekers te kunnen ontvangen vandaag die een licht gaan werpen op wat er in het buitenland gebeurt. We gaan kijken naar het Nederlands model en we krijgen ook een
internationaal perspectief dat we dan gaan kunnen vergelijken met ons Belgisch systeem. Het kan dienen als inspiratie, ook al zijn de modellen zeer verschillend. En we zullen de dag afsluiten met een debat met verschillende visies die elkaar hopelijk aanvullen. Met het RISIF, de algemene geneeskunde, de werkgevers en natuurlijk de ziekenfondsen en jullie natuurlijk, want ik nodig jullie uit om deel te nemen aan het debat. Stel zeker vragen. Het debat en het symposium weerspiegelen eigenlijk ook onze overtuigen. We willen die problematiek aanpakken. Alle actoren moeten zich inzetten. En ik kan jullie alleen maar aansporen om vandaag en ook later actief te zijn in dit onderwerp. Als we even terugkijken in de tijd, denk ik niet dat arbeidsongeschiktheid echt in de prioriteiten stond vroeger. En dat is gelukkig veranderd. Minister Van den Broeke heeft daar een prioriteit van gemaakt. En daarvoor was heel vrijwilligheid nodig, natuurlijk. Wij vonden het alleen maar logisch om u uit te nodigen. Meneer de minister, bedankt voor jullie aanwezigheid.